Hi, het is Sven hier van Happy with Yoga en in deze video wil ik graag iets dieper ingaan op minimalistisch leven en wat de voordelen daar nou eigenlijk van zijn. En er zijn heel veel voordelen van minimalistisch leven, maar er zijn er wel een aantal die ik eruit wil pikken. En om te beginnen ga ik dan eigenlijk voor iets wat redelijk voor de hand liggend is, namelijk dat je meer tijd, meer ruimte en meer financiële vrijheid krijgt door minimalisme. Maar wat ik een leuke vind om een beetje op in te zoomen, is dat, zoals je waarschijnlijk inmiddels al weet, minimalistisch leven een hele bewuste levensstijl is. En in die bewuste levensstijl stel je jezelf eigenlijk constant de vraag of je iets wel nodig hebt en ja, wat eigenlijk van waarde voor je is. Dus welke dingen belangrijk voor je zijn. Dat kunnen spullen zijn, maar dat kunnen ook mensen zijn of dat kunnen doelen zijn. Maar je bent constant bezig met heel bewust jezelf de vraag te stellen wat voor jou in het leven belangrijk is en waar je zonder kan. En wat dat als voordeel met zich meebrengt, is dat je daardoor zelfverzekerder wordt. Want alle keuzes die jij maakt in je leven, dus de spullen waarmee je omringt, de mensen waarmee je omringt en de dingen die je doet, waar je tijd aan besteedt bijvoorbeeld, daar heb je heel goed over nagedacht. En daardoor sta je wat sterker in je schoenen. En dat is ontzettend belangrijk, omdat we in een tijd leven waarbij bijvoorbeeld op Instagram we constant worden geconfronteerd met levens van andere mensen die fantastisch lijken, waardoor we best wel onzeker kunnen worden of we eigenlijk wel het maximale uit ons eigen leven halen. En de zelfverzekerdheid als gevolg van minimalistisch leven is daarom een heel belangrijk voordeel. Er zijn heel veel voordelen, maar dat is de eentje die er wat mij betreft best wel een beetje tussenuit springt. Omdat die echt wel belangrijk is, omdat je er veel aan hebt. Dat het de minimalisme levensstijl echt wel iets moois maakt. En dat is maar één van de voordelen die het biedt. Er zijn er heel veel. Ik heb in het blog dat ik geschreven heb namelijk meer dan 30 voordelen al gedeeld. Dus ik wil je graag uitnodigen om die ook te bekijken, zodat je hopelijk, net als ik, ook erg enthousiast wordt over de minimalistische levensstijl. Dus de link vind je hieronder, onder deze video, naar het blog. Ik hoop dat je daar wat aan hebt. En ik zie je graag weer in de volgende video. Doei doei!